Oké, dus die schimmelmonsters die gaan nu ons constant lastigvallen. Hoe dat weet u? Oké, sorry mevrouw. Dag. Yes jongens, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Resident Evil 7. Wat leuk dat jullie weer meekijken. Ik zal even een kleine samenvatting geven van wat we de vorige aflevering gedaan hebben. Wij hebben nadat we Marguerite hebben verslagen een extra deel van het huis gevonden. Die werkten we helemaal door en toen kwamen wij uiteindelijk aan bij een klein meisje dat als een soort mummie in een stoel zat. Daar trokken we de arm van af, want die hebben we nodig voor een antiserum. Ik weet dat het niet best klinkt. En die zouden we combineren met een hoofd. Het hoofd had Zoe voor ons en die zou in de trailer op ons wachten. Daar aangekomen was Zoe er natuurlijk niet. Ze was samen met Mia gekidnapt door Lucas Baker, zeg maar de zoon van de familie. Die wilde met ons een spel spelen. Door dat spel kwamen wij bij een dode agent uit. Toen staken we onze arm in zijn strot en trokken we een sleutel uit zijn maag. En die sleutel gaan we nu gebruiken om 2 keycards te vinden, hoop ik. Dus het is niet best, maar ik denk dat het nog erger gaat worden. Let's go jongens! Oké, jongens, het eerste wat we moeten doen is natuurlijk even nadenken over waar die slangendeuren zitten. Nou weet ik er volgens mij 2. En 2 zijn naar boven. We moeten natuurlijk wel even uitkijken dat er niet overal beesten lopen. Oh mijn god, ik heb het nog niet gezegd. Oh shit. Nee! Ach god, heel het huis loopt vol natuurlijk nu. Die muziek is misselijk. Komt die hier naartoe? Wow. Godsam, ik ben net begonnen, man. Ah. Ik wil eigenlijk ook die deur dicht doen beneden. Val mij niet aan, alsjeblieft. Deur dicht. Hoppa, oké. Oké, jongens, daar gaan we. We gaan gelijk in het diepe. Die schimmelhufter daar. Wow. Wat staat achter die deur? Oké. Doe eens rustig aan met die muziek. Gewoon die deur open. Gewoon die deur open. Gewoon die deur open. Oh, rustig aan, rustig aan. Ah. Oké. Het zijn er 2. Het zijn er 2. Het zijn er 2. Ah. Ik moet minimaal 1 dood krijgen. Oh, wegwezen. Hallo? Oké, als het goed is, heb ik er nou wel 1 gekilled. Als het goed is. Maar die bewaken samen, bewaken ze die slangendeur die hierboven zit. Maar even serieus, ik moet niet te veel kogels verspillen, man. Oké, daar komt hij weer. Zijn het er na 2, meen je dit? Gaan we dit menen, jongens? Oké, we gaan gewoon rennen, we gaan proberen, ja? Jullie zijn sloom, hoop ik. Nee, oh, ze denken wel degelijk. Nou, doei. Ga weg. Oh, weer raak. Oké. Nee, joh. Oké. We gaan ze even dol op deze manier. Hoop ik. Oh, oké, die was mis. Die was mis. Ga weg. Ik hoor iets in brug. Oh, daar is hij. Oké. Nee, joh. Oh, hij is snel. Nee. Oh, ze slopen mij. Oh, dit is niet goed, jongens. Oh, dit is niet goed. Ik heb er één. Pak je shotgun, Ethan. Douw dat lijk weg. Godsamme. Wat een heftig begin van de aflevering, jongens. Wat is dit allemaal? Wat is dit? Oké. Oh, ik ben gewoon nog in het groen, joh. Nou, gaat prima eigenlijk. Hoe zit het, Kat? Oké. Nee, dat weet ik. Ethan, je hebt nog een sleutel, halve tammen. Oké, dus die schimmelmonsters die gaan nu ons constant lastigvallen. Hoe dat weet u? Oké, sorry mevrouw. Dag. Nee, kan niet. Ik moet hier naar binnen. Wat moet jij van mij?
Hè? Oude tak. Met je kop. Even serieus, dat oude wijf is niet te vertrouwen. Dan staat je ook echt te kijken van... Bent u de zuster? Nee, kom even heel je juwelen leegroven. Burner fuel? Heb je gewoon burner fuel in je kast? Die vrouw is niet goed, joh. Ze heeft er duidelijk meer mee te maken. Dit is iets te toevallig allemaal, vind je niet? Hallo? Wind clock? The same time as all other clocks. En dat is? Wie is dit? Jack joins the Marines. Hey, dit is Jack. Oh, you sick fuck. Hey, ligt hier wat? Shotgun shells. Nou, oma, het is niet je geluksdag. Komt-ie. Nee, zo werkt dat niet, hè. Dat kan niet. Oké, oma heeft wel goede shit. Even kijken. Dat neem ik terug. Dat is wel ongeluk. Heb ik hem nou in mijn inventory? Ja, 2 lockpicks hebben we, jongens. Kan deze la open? Die la kan niet open. Het geluid is echt walgelijk. Een backpack, jongens. Nog meer inventory. Lekker, zeg. Treasure photo. Een hoofd op een rek. Een hoofd op een rek. Ik kan me niet herinneren dat ik dat eerder heb gezien. Oké. Wat is dit? Looks like a plan for a weapon of some sort. Maar die heb ik toch al? Is dat niet gewoon de... Ja, dat is die hertenkamer. Die grenade launcher, die heb ik al. En dit? Niks. Wow, wat is dit? Heeft oma een nepgezicht of zo? Wat is dit? Verder niks? Oh, Herb. What up, Herb? Oma smoked, jongen. Oma rookt heel de oude longen tot gort, hè? Omaatje? Ja. Hier. Zien jullie het, jongens? Er zit gewoon een gang hieronder. Oh, dus als ik die klok doe, dan gaat er waarschijnlijk dat bed opzij. Dan moet ik eerst even een klok vinden. Dan gaan we dat bed lekker opzij doen. Oké, okay, 9:45. 9:45. Open met die deur. Wat up, oma? Oma denkt, shit, hij weet het. Hij weet de tijd. Dan moeten we eerst even terug, hè? Ja, komt-ie. Ja, we weten je geheim. Als ze opstaat, dan ga ik echt gillen, jongen. Oma kon zichzelf ook al niet aankijken in de spiegel. Dat is het teken van een psychopaat. Oh, daar gaan we, jongens. Waar de fuck komen we uit? Nee, hij gaat dicht. Oh, oma heeft ons genaaid. Oh, hier ben ik niet tevreden mee. Oh, dit is niet best. Oh my god. Oh, oma had een hobby, jongens. Godsamme. Even serieus, zit oma hierachter? Dat zou echt... Keycard red. Holy shit. Oh. Volgens mij heeft oma echt een of andere zieke rol in dit alles. Even kijken. Gadver. Oké, dit is dat ding dat we in het begin zagen hangen. Weet u dat nog? Ja, ik hoor weer een beest. We zitten weer beneden, jongens. Dit is de workshop, volgens mij. Oké, rechtdoor, rechts. En dan gaan we de trap op. En daar gaan we, jongens. Oh mijn god, oh mijn god, oh mijn god, oh mijn god. Oh mijn god. Oh mijn god, oh mijn god, oh mijn god. Dat is dat ene beest weer, dat is dat ene beest weer. Doe die deur dicht, doe die... Oh, rennen, 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 rennen. Rennen, 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 rennen. Ja, ja, safe room, doei. Dus 1 keycard hebben we al verzameld, jongens. Dat betekent dat die tweede achter deze deur zit. Dat moet haast wel. Dat is de enige slangenkamer die kan... me kan herinneren. En het ziet er al niet best uit. Jezus, van de tering zo. Wat een rotzooi. Daar zit trouwens één
doos, jongens, waar we nog niet in zijn geweest. Deze namelijk. Want ik had ook geen... ik had toen geen lockpick. Shotgun shells, oké. Die zijn wel een aangename verrassing. Neem even een slok thee. Droge bek, man. Daar gaan we, jongens. We redden gewoon naar binnen. Deur dicht. Heel gauw. It's broken. Oké. Oliver stopt his yelling. Oliver is gestopt met schreeuwen, maar ik hoor nog soms kloppen vanaf boven. Het stinkt en er druipt iets vanaf het plafond naar beneden. Gadver. Dat is Oliver in vloeibare vorm, ben ik bang. I changed the remote control trophy again. Now it's shiny even at night. Ik heb geen idee wat ze daarmee bedoelt. Maar dat zullen we wel moeten zoeken. Kan ik hier onderdoor of zo? Wat is dit? Oké, briefje. Remote control trophy. Dat is bestek. Dat zoeken we niet. Petje. Shotgun ammo. Nice. Mama heeft me meegenomen naar het ziekenhuis in de stad. Ze nam een foto van mijn hoofd met een of ander raar apparaat. En toen kreeg ik een puzzel als cadeau. Die stomme Oliver, die blijft me maar pesten. Je bent gek in je hoofd, zegt hij tegen me. Ik heb tegen Oliver gelogen. Ik zei tegen hem dat hij op mijn verjaardagsfeest mocht komen. En toen heb ik hem op zolder opgesloten. En met die afstandsbediening. Hij bleef maar huilen. Laat me eruit, laat me eruit. En ik heb de afstandsbediening veranderd, zodat Zoe niet zomaar naar de zolder kan gaan. En ze heeft het samen vastgesmolten met een of andere trophy waar ze het over heeft. Ze zal het nooit vinden. Oké, dus die moeten wij vinden. Een lockpick, heb ik hem nou? Ja, oké. Ja, dit is ook een trophy. Komt ie, jongens. Gaan we naar zolder. Oh, ik ben wel heel nieuwsgierig nu. Maar het ziet er niet al te best uit als ik heel eerlijk ben. Ja, gaan we? Gaan we, jongens? We gaan. Laat mij niet schrikken, alstublieft. Ik hoor een bobblehead. Wow, we zijn op zolder nu. Waar is die bobblehead? Oh, daar. Moet ik erop schieten, of niet? Oké. Happy birthday, oké. Oké. Toy axe. En model shotgun. Hey, we hebben weer een puzzel, jongens. Kom op, joh, dit is toch goed? Ja, ik kan het zeggen, oké. Dan gaan we, jongens. Kijken of we Oliver vinden straks. Nee, dat is iets anders. Keycard blue. Oké, nu hebben we allebei de keycards. Maar ik denk dat er beneden wat gezelligheid op ons loopt te wachten nu in die gang. Denken jullie niet? Ik denk het wel. Goed luisteren. Hallo? Ja, je kan me wat. Ik vertrouw het voor geen kloot. Ik ga rennen. Oké, deur dicht. Volgens mij doen we het goed. Waar is die telefoon ook weer? Oh, hier. Hallo? Wacht, ik neem eerst even op, hè. Hallo! Hey, buddy. Remember, those two key cards will get you into the party. Don't be late now. Let me talk to Mia. No, no, no! You gotta show up first! You haven't forgotten where the party is, have you? Nee, ik weet het wel. From the courtyard. So come on.
Aw, man! Everybody's waiting for you! Oh, ik hoor beesten, jongens. Shit, ik zie daar ooit zitten ook. Ja, dat dacht ik al. Oh nee, ik dacht dat ik hem had. Nu is hij wel dood. Jezus, ik dacht dat ik hem in één keer had. Ik ga weer rennen naar die safe plek. Hoop ik. Ah, fucking hell, ga weg. Doei. Godsamme zeg. Overal fucking tegenstanders nou. Oké. Ja, deze safe. Chemfluid gaan gebruiken om even wat extra kogels mee te maken. Gaan we nu gelijk even doen. Doen we lekker voor die handgun, denk ik. Ja. Oké. Gaan we die videoband even hierin stoppen. Even dicht met die deur. Anders bederft dat hoofd, dat willen we niet. Oké. Ik ben benieuwd wat we nou weer krijgen, jongens. Waarschijnlijk gaan we kennis maken met Lucas dit keer. Experiment. Can trespassing idiots solve puzzles? You are one lucky son of a bitch. You know, I actually envy you. What? You don't believe me? This toy? Well, you can't fake this. It's taking me weeks to finish this. I can rondkijken. Okay. Finally ready. And it's all for you. Nou, had je niet hoeven doen. Oh, come on now. Don't be like that. Pak je gun, Ethan. It's gonna be fun. Just you wait. Zo. Oké, waar ben ik? What the fuck is dit? Gadver. Dat is volgens mij geen clown. Is dat een echt persoon? Ballonnen, oké. Oh, dit wordt een ziek feestje, denk ik. Clown, ballonnen. Een volgescheten toilet. Ja, dan heb je de gezelligheid op je hand, hoor. Even kijken. Wat is dit allemaal, joh? Oh, is dat gas? Zo, dan moet ik hier echt niet met die vlam gaan rondlopen. Oké. I'm calling the game. I'd really like to make it out of this room alive and not die a horrible, painful death. I know. It's a temp title. What the fuck is echt een soort saw dit? And put it on the cape. And remember to smile. This party is for you. Oké, even kijken, wat hebben we hier? Fuck you! Wat doet dit? Oké. It won't stop coming out. Oké, nou boeien. Hier moeten we een of andere code voor hebben. Zeg maar niks. Dus dat moeten we denk ik straks nog even leren. Oké. Daar moet... Oké, hier hebben we ook nog iets voor nodig. Dat zal dit wel niet zijn. Hier moeten we die kaars opzetten, dus wat moeten we nu doen? Als we daar doorheen lopen, wordt die kaars nat. Dus dat moeten we of uitzetten of iets anders doen. Hier, oké. Moeten we hier wat meedoen? Weer een oma in een rolstoel. Trouwens, voor geen kloot. Wat? Oké, dit moeten we doorsnijden. Of we kunnen het natuurlijk met een kaars doen. Kunnen we die nog aansteken? What up, clown?
Oh, that is fucking creepy. Oh, hij kan niet... Hij mist een vinger. Oké. Okay. Ja, dat is best wel vies. Wat, dat drijft iets. Ah, fucking disgusting. Fucking hell, man. Wat is dit? Dirty telescope. Oké, okay, jongens, waar kunnen we die kaars weer aansteken dan? Oh, wacht, dit kunnen we ook doen. No water's coming out, oké. Okay. Ligt hier nog iets? Nee. Hier komen we niet naar buiten. Hé, hey, wacht. Hier kunnen we kaars aansteken waarschijnlijk. Doet hij het? Ja. Steek maar aan. Ja. Gaan we dat touw even doorbranden, jongens. Daar moeten we wegblijven. Daar komt gas uit, volgens mij. Ja, gebruik maar. Oké, okay, kijk eens even. Oké, okay, en nu? Oh. Oké, je kan de ballonnen laten klappen. Zal er iets in zitten dan? Zit hier wat boeiends in? Even kijken. Een ballon. Een ballon, oké. Okay. Verder nog iets? Oké, we hebben elke ballon. Dus dat was hem niet. Ja, inderdaad. We hebben geen paswoord. Hé, hey, hier zitten nog ballonnen. Hebben we niks aan. Oké, okay, nu hebben we een ballon. Wat moeten we daarmee? Ik ga hier niet in de buurt lopen met een kaars, want dan ontplof ik denk ik gewoon. Kan ik hem ook uitzetten nog? Oh, wacht, laat ik eerst maar 4 naartoe dan. Oké, okay, kaars is uit. Dan kan ik hier nu wel. Ballon. Oké. Okay. Ah, meen je dit? Er zaten gewoon spijkers in. Sick. Oh, fucking misselijk. Wat een vies peuk. Maar we hebben nu wel een pen. En deze gek kan iets in zijn hand houden. It can't hold it properly. Hij mist een vinger. Waar de fuck ga ik een vinger vinden? Dit is voor mij ook nieuw hoor, jongens. Ik weet niet waar ik naartoe moet. Ik ben nog nooit op zoek geweest naar een vinger. Voor een clown die je kan aandraaien. Maar de clown kan ook... Lijkt ook best wel levend op een of andere manier. Vinger en vinger. Wat zouden we hiermee moeten? Hier moeten we dus een code voor vinden. Maar wat betekent dit allemaal? Kijken of we iets kunnen zien in de omgeving waar we iets aan hebben. Hier moeten we ook wat mee doen. Dit staat er niet voor niks. Zou de code hier ergens in verborgen staan? Kan ik hier wat mee? Nee, hè? Oh, die kunnen we gebruiken. De telescoop. Misschien kunnen we hier even doorheen kijken dan. Ja, gebruik maar. Oh, maar smerig. Dus we moeten hem in het water houden, denk je niet? Gebruik maar, ja. Oké, okay, oké, okay, kijk. Nu is het schoon, ja. Kunnen we nu gaan gluren, want de telescoop doet het weer. Ja, yeah. Komen er wel. Maar nu, hier heb ik natuurlijk niks aan. Oh, jongens, de code. Oké, okay, wat is dit? Iemand die hangt. Geen idee wat dat is. Oké. Okay. Even onthouden. Ja. Oké, okay, dus nu hebben we de code. Dus dan kunnen we dat kastje openmaken. Waar was het ook alweer? Oké. Okay. Iemand die hangt. Baby was de laatste, dat weet ik wel. Baby. Deze. En iemand die hangt. Ja. Oké, okay, wat krijgen we hiervan?
is niet helemaal waar ik op gerekend had. Het is dat. Wat heb ik daar godsnaam aan? Er staat iets op zijn kop, maar ik kan het net niet lezen. Oké. Nou, geen idee. Kunnen we die pop misschien verbranden? Oh, we kunnen er iets mee doen. Daar hebben we de vinger, jongen. Daar hebben we de vinger. Oké. Stop er maar in. Ja. Oké, nu kan hij iets vasthouden. Dan ga ik hem de pen geven. Dan ga ik hem aandraaien. Fucking... Oh, creepy. Nee. Oh, meen je dit? What the fuck? In sick fuck. Holy shit. Nou, dat had ik niet echt aanzien komen. Loser, dus dat is een paswoord, denk ik. Dus we hebben nu paswoord. Dan kunnen we als het goed is hier naar binnen. Kerft hij gewoon even loser in mijn arm. Fucking hell. Nou, doe maar loser dan, hè. Kom op. Oké. Toen die pop me vastpakte, op dat moment wilde ik ook zeggen, het zou creepy zijn als hij nou gaat bewegen. Ik moet er niet aan denken, want dan gaat het gewoon gebeuren. Oké. Hier. Ja, valve handle. Volgens mij kunnen we dan het water uitzetten. Dan kunnen we de kaars op de taart zetten. Waar was het? Hier, hè? Draaien, ja. Oké. Oké. Slokje thee. Oké, nu staat hij aan. En het licht is weer uit. Bloedhond. En nu? Oh, fucked up. Hij reageert wel matig trouwens. Je staat in de fik. Oh, ik moet het water terug hebben. Nee, dit is lelijk. Oh, het water doet het niet meer ook. Oh, fucking hell. Wat een klootzak. Jezus, what the fuck? Wat een sadist dit. Happy birthday! Oké, dat was best wel sick, jongens. Oké, dus met die gek hebben we te maken, dus dan moeten we even flink... We moeten hem voor zijn. Ik kan beter gewoon de kop van zijn romp afschieten, zoals ik altijd maar zeg. En voordat we doorgaan, ga ik lekker de aflevering afsluiten, jongens. Ik hoop dat jullie het weer tof vonden. Was het ook het geval? Doe dan één dikke duim omhoog. Abonneer zeker even op mijn kanaal. Druk erbij bij het belletje voor updates over mijn kanaal. En ik zie jullie de volgende keer. Tot dan, jongens. Hoi, hoi!